Hoi, vandaag heb ik opnieuw een shoplog voor jullie. Ik weet het, hierna stop ik. Promise. Maar er waren gewoon wat dingen die ik had gekregen. En dit is dan Forever 21. En dat wilde ik gewoon echt heel graag aan jullie laten zien. Dus vandaag een Forever 21 shoplog. Want er is namelijk een Forever 21 geopend in Amsterdam. De eerste in Nederland. Heel erg tof. Zaterdag 19 april was de opening. En ik was een van de gelukkigen die al 2 dagen daarvoor er mocht shoppen met een aantal andere bloggers. Iedereen kwam eigenlijk met maar een stuk of 2 of 3 kledingstukken terug. En ik had natuurlijk een hele tas. Ik weet niet hoe het komt. Ik denk dat het is gewoon doordat ik Forever 21 zo goed ken. En precies weet van dit kan ik wel kopen. Dit kan ik niet kopen. Ik heb ook niks gepast in de winkel. Want dat weet ik gewoon, zeg maar, wat ik wel en niet pas. Ik denk dat ik de winkel gewoon zo goed ken dat ik gewoon constant denk van oké, dat is leuk. Dat gaat goed staan. Dat is leuk. Etcetera. En ik vind natuurlijk de kleding van Forever 21 gewoon heel leuk en betaalbaar. Dus, ik heb een shoplog voor jullie. Laat ik maar even beginnen met het shirt wat ik aan heb, want anders ga ik hem sowieso vergeten. Dit is een shirt met Kurt Cobain erop. En misschien weten sommigen van jullie het wel dat ik best wel fan ben van Nirvana. Ik ben al jarenlang fan van Nirvana. En eigenlijk wordt het de laatste jaren alleen maar meer. Heel vaak krijg ik te horen van waarom draag je zo'n bandshirt als je geen eens ernaar luistert. Maar mensen verwachten dus blijkbaar niet dat ik naar Nirvana luister. Dat is dus wel zo. Forever 21 heeft heel vaak shirts van de Beatles en van Nirvana. Dus ik was er ook wel een klein beetje naar aan het zoeken. En dit is mijn enige koop geweest die daarmee te maken had. Er lagen nog meer dingen, maar ik dacht van Teske, hou je in. Je hebt al heel veel bandshirts. Maar deze vond ik wel heel leuk. En het is ook leuk onder zo'n blouseje een beetje. Het allereerste wat ik hier pak is een crop top. En ik draag echt best wel veel crop tops de laatste tijd. Omdat ik echt de maxi rokken een beetje heb ontdekt. Op een of andere manier dacht ik dat het me niet zou staan. En nu draag ik bijna elke dag een maxi rok. Dus dat is wel grappig. En boven maxi rokken zijn crop tops heel erg fijn. Dus ik heb deze. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is niet echt zwart. Er zitten een soort van bruine vlekken doorheen. Het is een heel gek stofje, maar het ziet er heel grungy en heel cool uit, vind ik zelf. En hij is ook expres niet helemaal goed afgewerkt, zoals deze randjes die krullen een beetje om. En dit is dan zo omgeslagen, maar het ziet er allemaal een beetje rommelig uit eigenlijk. Maar dat is juist de bedoeling. Ik denk dat deze wel heel cool en stoer te combineren is. En deze kostte 8,75. Dan heb ik een shirt van The Simpsons. En ik zag deze en toen kon ik hem eigenlijk niet laten hangen. Uiteindelijk vind ik dat die armgaten, die zijn echt ietsje te laag. Hij is een beetje overbelicht als ik hem zo voorhoud, maar misschien zie je het zo beter. Het is dus een shirt met allemaal Simpsons printjes erop. En ik hou erg van de serie The Simpsons. Ik doe hem even ietsje donkerder, zodat je het beter kan zien. En het is dus een muscle tee, maar die armgaten zijn echt mega groot, zoals je ziet. Het is echt belachelijk groot. Dus dit is echt iets voor de zomer. En ik draag er dan wel een hemdje onder. Maar ik had ze liever ietsje kleiner gezien. Dat is wel het punt met niet passen. Dit heb ik dus niet gezien in de winkel. Maar alsnog vind ik hem heel erg leuk hoor. Dan heb ik dit blouseje gekocht. En hier hou ik heel erg van. Ik heb er nog zo eentje, maar die is meer echt de focus op rood. En hier is het meer de focus op wit en rood. Het is echt zo'n heel simpel houthakkersblouseje. En ik vind deze heel fijn om te dragen onder een wit shirt of zo. Of om te knopen rond mijn middel. Want dat doe ik de laatste tijd ook best wel vaak. Hij is heel simpel, maar ik vind hem heel cool en heel stoer. En dit past wel heel erg bij de stijl die ik de laatste tijd draag. Oh wacht, het Simpsons shirt was trouwens 11,45. En deze was 17,75. En we kregen trouwens allemaal 21% korting op onze aankopen. Dus dat was wel heel leuk. Volgende kledingstuk is dit jurkje. Wat ik niet ga dragen als een jurkje, want het is mega kort. Maar ik ga dit gewoon dragen als een tuniekje met een broek eronder. Want het kan prima, naar mijn mening. Ik vind hem namelijk wel heel erg cute. Het is echt zo'n, ja, beetje bohemian-achtig dingetje. Met allemaal verschillende patroontjes en dingetjes. Ik vind dit zo schattig. Ik ben hier de laatste tijd steeds meer van. Omdat ik weet niet, ik vind het gewoon lekker zwierig en zomers. En ik hou hier heel erg van deze stijl. Ik ben nog even aan het kijken hoe ik dit het beste kan combineren. En het beste kan dragen, ook met schoenen en zo. Maar ik denk dat dit wel heel leuk kan zijn. Het is ook een heel dun stofje, dus dat is echt heel lekker voor warme dagen. En deze was 23,75. Dan heb ik een soort van kimono, laat ik het maar noemen. Ja, een kimono. Het is een donkerblauwe met allemaal madeliefjes erop. En madeliefjes zijn super in op het moment. Ik weet niet helemaal waarom, maar blijkbaar zijn ze hip, want ik zie ze echt overal terugkomen. Ik vind het altijd wel heel grappig hoe een bepaalde soort bloem of een bepaald soort teken opeens helemaal hip kan zijn. Dat ik denk van, hebben mensen dit ooit bedacht dat dit hip gaat worden? Het zijn in feite gewoon bloemen. Maar goed, madeliefjes. Ik vind hem wel heel erg leuk. Het is echt zo'n zwierig ding. Dit is echt iets wat je heel simpel over een topje aangooit. Ik vind deze kleuren ook wel heel mooi. Hij was 13,75. Het is echt een hele dunne stof. Dus dit lijkt me ook wel chill voor bijvoorbeeld op het strand aan de vakantie als het iets kouder wordt. Maar je wil niet gelijk echt een trui aan of zo. Dan heb ik nog een crop top. En deze is echt mega simpel. Want het is gewoon simpelweg een grijze crop top. Ik denk hier wel altijd bij van shit. Deze stof zorgt echt voor dat je dikke zweetplekken krijgt als je hier maar een klein beetje in zweet. Maar
Ja, ik denk, dan moet ik maar gewoon nog een hele goede deo vinden. Hij is dus volledig grijs. Ik kan hier niet zo heel veel over zeggen verder. Het is een crop top. En hij kostte 4,75. Zo leuk, want die crop tops zijn zo goedkoop. Omdat er zo weinig stof bij wordt gebruikt. Dan heb ik nog zo'n kimono. En deze vind ik echt ontzettend tof. Ik weet nog niet helemaal hoe ik hem ga dragen. Maar ik zag hem. En toen twijfelde ik heel even. En toen dacht ik van nee. Ik ga deze gewoon echt kopen, want ik vind hem zo tof. Het zijn voor mij best wel gewaagde kleuren, want ik draag eigenlijk voornamelijk donkere kleuren. Mijn kleurenpatroon in mijn kleding is eigenlijk wit, zwart, grijs, bordeauxrood en blauw. Voor de rest komen er eigenlijk niet zo heel veel felle kleuren voor in mijn garderobe. Maar ik zag dit en toen dacht ik, hey, dit is echt prachtig. Het zijn ook voornamelijk warme kleuren. En ik denk dat het ook wel heel erg mooi staat met mijn donkere haar op dit moment. Het is dus een patroontje met bloemen en met vogels. En met allemaal andere tierenlantijntjes, blaadjes. En ik vond deze zo bijzonder. Dat ik dacht van het maakt me niet uit dat ik het moeilijk ga vinden om deze te combineren. Maar ik ga hem wel kopen. Hij kostte 19,75. En dit is denk ik een van mijn favoriete aankopen, omdat ik hem echt zo mooi vind. Met deze ben ik ook heel erg blij. Dit is een soort van vestje, een zwierig vestje. En dit is vooral heel fijn om bijvoorbeeld boven jurkjes te dragen. Want ik vind het altijd een beetje lastig van wat moet ik nou boven zo'n jurkje dragen, weet je wel. Ik vind cardigans niet altijd even leuk, maar ik wil ook weer niet zo'n dik vest erboven. En dit vind ik eigenlijk wel heel romantisch ogen, zo'n gehaakt vestje. Hij heeft van die vleermuismoutjes, dat vind ik wel echt een heel tof effect geven. En voor de rest is die half lang. Hij komt net aan tot mijn billen, denk ik. Dit is echt zo'n ding die op heel veel auto's kan dragen. En ik zocht hier al best wel lang naar, maar ik kon het steeds op een of andere manier niet vinden. En nu heb ik het. Hier heb ik het prijskaartje vanaf gescheurd al, sorry. Ik denk dat die €1,20 kostte. En dan tot slot qua kleding heb ik hier een shirt en het is een bloemenshirt en ik vond deze wel gewoon heel vrolijk. Ik hou heel erg van bloemenprint en deze vond ik leuk omdat het hier zo'n zakje heeft. En het waren ook wel andere soort kleuren dan wat je normaal ziet in bloemenprint. Ik vind het iets meer, het doet me een beetje denken aan Hawaii eigenlijk. Het was zo vorige zomer dat je heel veel van dit soort mannen shirts zag. Maar ik vind, dit was een vrouwenshirt en ik vind hem wel echt heel leuk. Ik heb hem in S gekocht, terwijl ik zelf altijd M koop. Maar hij was al best wel groot, dus ik dacht, anders dan zwem ik er echt in. En ja, ik vind dit wel heel leuk. Heel simpel op een spijkerbroek en eigenlijk ben je dan al klaar omdat dit dan zo'n vrolijke print is. Deze was ik vergeten te laten zien in de shoplog, maar dit is een hele simpele, mooie, dunne, gehaakte trui. Deze vind ik ook echt heel leuk. Dan heb ik nog een accessoire gekocht en dit is een hoofdbandje. En even kijken of ik hem zo op mijn hoofd kan dragen even. Zulke dingen hebben jullie al vaker voorbij zien komen in mijn shoplogs de laatste tijd. Want hier begin ik steeds meer verliefd op te worden. Sorry als jullie kikkers horen op de achtergrond, maar ik woon bij heel veel water en de kikkers vinden het leuk om door mijn video heen te kwaken. Het zijn allemaal ruitjes met allemaal sierlijke dingetjes en zo. En het ziet er gewoon heel, ik vind het echt heel chic uitzien. Ik ben echt benieuwd hoe ik dit ga dragen eigenlijk, want ik heb nog geen idee. Maar dit kan echt zo'n eyecatcher zijn van je look, omdat het zo bijzonder is. Ik zie hier eigenlijk bijna nooit mensen mee. Het is heel leuk. Ik ben hier ook heel blij mee. En voor de rest heb ik ook nog een borstel gekocht, maar die heb ik al in gebruik. Deze, ik vond hem wel vrolijk. Nou, dan was dat mijn Forever 21 shoplog. Ik heb heel veel leuke dingen gekocht, al zeg ik het zelf. Ik ben heel erg blij met mijn aankoopjes. Er zitten ook een paar dingen bij waarvan ik echt een beetje uit mijn comfortzone moet stappen. Maar dat is helemaal niet erg, want dat probeer ik juist heel erg de laatste tijd. Nu is het even klaar met de shoplogs, want het waren er echt zo 3 achter elkaar. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!